Ze probeert al 50 keer wat te vertellen en het lukt er maar niet. Welkom bij haar nieuwe vlog. Oké? Ik heb een zus trouwens, als je dat niet wist. Je hebt haar wel kunnen zien in mijn filmpje van Turkije. Daar kan je haar zien dat we samen aan het... We waren aan het playbacken op Beyoncé van I Woke Up Like This. In dat golfkarretje. Dus daar heb je haar ook kunnen zien. Mijn zus die woont in Turkije. Daar werkt ze ook gewoon. Dus ik zie haar niet heel vaak. Ik zie haar maximaal 2 keer per jaar. Dus met kerst heeft ze besloten om naar Nederland te komen. Dus we gaan samen de kerstvakantie vieren. Ze is 2 weken hier. Dus we gaan natuurlijk zoveel mogelijk dingetjes doen. En een beetje genieten van onze vrije tijd. Wat doe je? Man, het is zo zwaar. Ik zei het al, wat zwaar is. Wat moet ik zeggen, mijn biografie? Ja. Ik ben geboren op 23 februari. Ja, inderdaad. Ik ben geboren op 23 februari 1988 in Rotterdam. Dus ik ben ook eigenlijk echt een Rotterdammer. In Prinsenland. In IJsland ziekenhuis, nee? Ja. Nee, ze was juist. Ik ben wel echt in Rotterdam geboren. En dat kan je misschien ook een beetje horen aan mijn Nederlands accent. Maar tegelijkertijd woon ik nu gewoon in Turkije. En ik werk als een stewardess. En ik ben hartstikke blij met mijn baan. Dus. En dan zie ik jullie misschien zo. Bye. Doei. Ja, maar het is like... Hoi, het is vandaag de tweede kerstdag en we zijn onderweg naar naar Alexandrium. Je bent echt de slechtste filmer ever. Ja, maar onze hoofd kunnen zien, niet alleen zo'n kind. Hallo. Hallo. Anyway, dus we gaan nu even kijken of Alexandrium open is. Ja, en als Alexandrium open is, dan gaan we hopen, want de Zara heeft vandaag sale. Als we wat leuk vinden, dan laten we dat wel zien. En zo niet, dan weet ik het ook niet. We kunnen wel een beetje vloggen, toch? Ja, we gaan wel sowieso random clipjes hieronder laten zien van wat we Alexandrium, mama, je praat er heel erg doorheen. Ja, mama, we proberen een vlog te doen. Ze weet niet eens wat de vlog is. Shabu Shabu is open. Oh yeah! Shabu Shabu! Zo, de mensen zijn in de garage, bijna in de garage. En dan park de car en dan... Mama praat echt... Mama, je praat heel door onze vlog! YouTube kanaal! Dus... Oké. Oh, mama zit heel alsjeblieft! Oh, het ziet er lekker uit. Wat is dat voor sound? Vanille. Mmm, delicious. Is het lekker? En ik heb een of andere kipbroodje en dan heb ik wat mayo en wat ketchup erbij om het wat lekker te maken. We zijn vandaag cadeautjes aan het kopen voor het nieuwe jaar. We gaan wel lekker eten, want we hebben zo'n honger. Ja, we hebben echt heel erg honger en het weer is echt verschrikkelijk buiten. Je moet het kunnen zien, het is helemaal regen. Maar het is echt super druk nog steeds, het is super druk. I think I
got the most delicious. What are you doing? What do you know? You missed all the beautiness. Het is op dit moment oudejaarsdag. En wij gaan op dit moment eten. En ik wilde even laten zien wat ik op mijn ogen heb. Want het was dramatisch om te doen. Maar ik heb glitters. Op de rest van mijn gezicht ook, maar... Doe je ogen even dicht. Op mijn eyeballs. Oh. Wij zijn nu onderweg voor de 100ste keer naar de stad. Het is alweer onze laatste paar dagen van de kerstvakantie. Het weer is echt verschrikkelijk. En eigenlijk, ja, geen idee wat we gaan doen. Vandaag gaan we naar Shabu Shabu, gaan we lekker sushi eten. Ook al houdt Tuna helemaal niet van sushi, maar ze houdt wel van het vlees van sushi. Dus dat. Vond je nou die ene beef lekker? Die beef sushi? Ja. Oh man. Wie houdt nou niet van sushi? Kan ik je voorstellen. En ik heb eindelijk voor de eerste keer in heel veel vakantie mijn nagels gelakt. En het is in een nude kleur van Barry M. En ja. Doei! We zijn onderweg naar Bazaar. En dan gaan we daar even lekker ontbijten. En Bazaar altijd heel erg lekker eten. En je hebt dan flanches en dan yoghurt met fruit en dan sujuk en kaas en je krijgt altijd een soort oranje en thee, het is echt super lekker. En het is ook best wel goedkoop om daar te eten, dus daar gaan we dan nu heen. Doei! Of telefoon. En je dan haberlisjes. Maar ik moet afspraak maken voor de Skype. Tuurlijk. Ja. Skype afspraak. Ja. Skype. Die staat naar Skype afspraakje. Eindelijk gaan we even een keertje ergens anders heen. We zijn een beetje bored. Dus we gaan eventjes nog even naar Amsterdam voor de laatste paar dagen. Tuna gaat overmorgen weg. Dus we proberen nog een beetje nog er wat van te maken. En dan ja, morgen begint er weer school. Nou, niet doen. Dus ja, dat is wat we nu gaan doen. Doei! Ja, dat is wel makkelijk. Can you guys just go away? Kun je? Super annoying. Kijk, het is niet warm zo, maar het waait niet, het regent niet. Dus het is gewoon lekker. Het is ook best wel awkward. Dat we dit aan het doen zijn. Ja, mensen kijken ons echt dom aan. Ja, maar ja. Who cares, Lily? Who cares? Gelukkig wonen we hier niet, hè? Gelukkig wonen we hier. Tuna heeft een Kiehl's aankoop gedaan. Ik ben ondertussen naar Topshop geweest, want je hebt geen Topshop in Rotterdam. En toen heb ik een kleine aankoop gedaan. Voor 3,50. Dus dat is niet duur. Het was afgeprijsd van 9,95 naar 5 euro. Kom ik aan de kassa, was het 3,50. Nu is het donker. Dus hier was het niet meer. En dan word je eraan aangekeken. So bye.